vandaag maandag april. Ik weet niet precies welke datum. Maar we gaan morgen naar Bodrum, Turkije. En we gaan zo meteen al naar Düsseldorf. En dan gaan we naar een hotel om nog even wat eten. Dan gaan we morgenochtend vroeg vliegen. En dan gaan we eindelijk op vakantie. Yes! Oh, daar hebben we zo zin in. We hebben zulke leuke opblaasdingen. En heel veel glijbanen. Dus daar heb ik dozen. Okay, we gaan ze even laten zien. We hebben ik overal gezocht. En degene die we hebben, dat is je Siri. We hebben een luchtbed van een watermeloen. Een roze, jongens. Maar deze hebben we niet mee. En die nemen we niet mee. Oh. Van een unicorn. Andersom. Een unicorn. Ja, super vet. En een flamingo. Flamingo. Ja, super vet. Daar gaan we heel veel foto's maken en video's. En gewoon zin om lekker in het lekkere weer te zitten. En lekker te eten. Want we zitten in een resort. Dus all inclusive. Dus lekker veel eten. Om foto's te maken en zwemmen. En I can't wait. Duitsland en even bij bed and breakfast en we gaan nu even naar de Italiaan, lekker spaghetti bolognese eten en pizza. En dan gaan we morgenochtend vroeg vliegen. Zo, de deur gaat niet open van de auto. Zo jammer dit. Nou, goedemorgen allemaal. Het is 2:30 s'nachts en in Düsseldorf. En ik doe even zo een beetje licht. Nou, mooi gezicht, ik ben net wakker. We gaan zo naar de shuttlebus en dan gaan we naar Düsseldorf Airport. Dan gaan we vliegen naar Turkije. Oké, we hebben dus ingecheckt en we hadden 2 rijen. En 1 grote groep stond voor ons met Turkse mensen naar Bodrum. En we stonden verkeerde rij. We hebben echt 1 uur moeten wachten. Het duurde zo lang, maar we zijn uiteindelijk ingecheckt. Dus we gaan nu naar de gate. En even wat eten en dan eindelijk vliegen. Oh, eindelijk. Ja, we zijn door de douane en we gaan nu naar de duty free. Nou, we zijn er al. Dan gaan we even eten en kijken of we iets leuks op te kopen. Want het is zonder BTW. Dat is in Texas, maar ik ben weer in Nederland. Wil je nou hè, vliegen? Hartstikke leuk. Ja? Nou jongens, na lange vlucht zijn we eindelijk in Bodrum en toen we het vliegtuig kwamen kregen we een bloemetje. Super leuk en dat ruikt lekker. En het is super lekker weer buiten. De zon schijnt, geen regen, dat is het beste. En we gaan nu onderweg naar ons busje, we moeten nog 1 uur naar het hotel, dus dat is super lang. En daarna zwemmen. Maar we hebben een bloem. Yay.
Okay, we zijn op het resort en het is zo mooi. En hier is al een zwembad. En we hebben dus een gratis room. Hoe heet dat room? Ik weet het wel niet meer. Oh damn. Upgrade. We hebben een gratis room upgrade gekregen. Dus nu hebben we blijkbaar een hele grote kamer. En het is, oh my god, het is zo mooi. En het weer is zo lekker. Ah, yes. Ik ben zo blij. Ook onze palmbomen en het zwembad. De zee, we gaan straks snorkelen. Oh, ik ben heel blij mee. Ja. Yeah. I'm in heaven right now, y'all. Hier zijn jullie bij. Oh, we hebben een balkon. Oh, wauw. Oké, we zijn uit de zee. Oh my god, het was zo zout. Ja, het was echt een kokhalte. Maar er is op zich niet zo heel veel te zien. Het is alleen grijs en zand. Terwijl de zee echt heel blauw is. Maar het is niet best zo koud. Ik heb wel een stukje krab gevonden. Dat is wel cool. Maar de zee is dus echt extreem zout. Het is echt niet normaal. Ja. Ja. Nu gaan we even lekker zonnen. Een ijsje. Koud. Een ijsje eten. Want even die zout smaak weg. Want de zout smaak is echt zo vies. Oh my god. Hallo allemaal en allemaal bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het nou leuk, doe dan even een duim omhoog en abonneer je op mijn kanaal hieronder. Zodat je geen video's van mijn bootroom mist. En het is super lekker weer, het is echt geweldig hier en het uitzicht is prachtig. Kijk hoe mooi. En we hebben hier dus een balkon. Hier. En dan kan je dus ook zien, oh het is zo lekker weer, ik wil hier blijven, ik kom ook naar Nederland. Nederland is echt niet leuk. Het weer is zo slecht. En, oh. Maar ik zie jullie dus hopelijk terug in de volgende video. Doei!